Zoveel trauma ten grondslag ligt aan klachten en ziekte. Emotion, hè? letterlijk ja. energy in motion, energie in beweging. Wow. En vanuit de oudheid wisten we al dat er een connectie was tussen niet doorvoelde emoties en ziekte. Want op het moment dat energie geen beweging naar buiten kan krijgen, gaat het naar binnen toe. En op het moment dat we heel veel onderdrukte emotionele energie in onszelf dragen, dan vinden er ook hormonale veranderingen plaats in het lijf. Door die hormonale verandering heb je uh, um, vertraagde enzymatische activiteit. Je hebt uh, magnesiumverlies, verandering van pH. Dat zorgt Schuurig, weer ja. voor de opeenstapeling van ijzer en calcium. Nou, ijzer is het primaire element in staal. Calcium fungeert als een soort cement. En wat doet dat samen? Maakt het weefsel letterlijk hard. En dat zie je: een armoring. Letterlijk een schild wat je creëert om je heen van trauma. Het is een bescherming van je lichaam. Het is geen fout, want eigenlijk doet het. Waar jij om vraagt. Jij ja. wil bescherming om heftige emoties niet te doorvoelen. Dus het werkt op een manier, ja. maar ergens werkt het ook niet, want vroeg of laat leidt het tot ziekte. Dus de enige manier om dat schild letterlijk los te breken. Soms raak ik mensen aan alleen al. En, en je voelt al dat, spanning. dat het lichaam staat zo onder spanning en het is zo hard en verkleeft overal. De enige manier om dat schild los te breken is met somatische oefeningen. Want ja, je kan erover praten, je kan erover delen, ja, je kan erover schrijven, voelen. dat werkt voor een deel. Maar je moet het lichaam gebruiken om de ja, te uitkant... ja,